Welkom bij Koinonia Bijbelstudie Live, het internetkanaal van Robert Veen voor de studie van de Bijbel, het woord van God. Goedendag allemaal, de derde uitzending in deze hele korte serie over dat eerste artikel uit die verzameling artikelen die ik onder de titel Vermaningen in 2005 heb laten drukken, publiceren, met een voorwoord van professor Dr. Auke de Jong, toen ik nog predikant was in de doopsgezinde gemeente naar de Bussum. En aan hen, aan de broeders en zusters in naar de Bussum, was dat boek ook opgedragen. Het eerste artikel, de neerslag van een college uit 2001... met de titel Ethiek in de Radicale Reformatie. Daar heb ik nu al drie keer over gesproken. En vandaag wilde ik proberen om dat af te ronden. Ik laat de tekst horen. Weer met gebruikmaking van AI. Dat is een kwestie apart. Hoe zinvol dat is om AI te gebruiken. Ik heb het wel gedaan. Het is in hoofdzaken toch ook gewoon mijn tekst gebleven. Maar laten we eens kijken hoe we op die manier over deze tekst nog een keer kunnen praten. Het gaat in feite over het verschil tussen de ministeropvatting, wat ik dan noem possibilisme. Eigenlijk een Engels woord, possibilism, gebruikte John Howard Yoder. En daar tegenover het perfectionisme, wat we vinden bij aanhangers van John Wesley en Graaf von Zinzendorf. Dat zijn twee verschillende opvattingen. Ik zeg maar even heel kort weg. Possibilisme is, God geeft aan mensen het vermogen om de wet te doen. En perfectionisme is, ofwel, er zijn twee mogelijkheden, ofwel de opvatting dat de mens vanuit zichzelf in staat moet zijn om een perfect moreel leven te leiden. Dat is iets anders dan dat God het mogelijk maakt. Hè? Maar moet uit zichzelf dat kunnen doen. En het tweede is, die heiliging wordt gewoon in een christen tot stand gebracht. En ik opper, dat zullen we straks horen, ik opper dat we Wesley misschien een beetje anders kunnen begrijpen. Dat daardoor dat perfectionisme eigenlijk wat dichter bij het possibilisme komt. Maar ik moet zeggen, achteraf vind ik dat slecht uitgewerkt, onduidelijk uitgewerkt. Dus misschien moet dat nog een keer gebeuren, dat onderscheid tussen die twee. Nou, hoe gaan we dat doen? Ik laat een stukje luisteren van dus die AI-versie van de tekst. En dan geef ik daar wat commentaar op. Dus nou, laten we dat dan maar meteen proberen. De conclusie die ik hieruit trok in 2005 was dat het nodig was om weer terug te gaan naar de klassieke bronnen van het doopsgezinde denken. Wat betekenden nu precies termen als de beteringen des levens en de ommekeer, de navolging van Christus, de wedergeboorte, het berouw en de boete, woorden die in een 20e eeuwse context nogal moraliserend klinken? Ja, en dat moraliserend klinken is wel een belangrijke zaak. Hoorde je ook steeds om je heen gonzen. Dat moderne mensen dat woord moeten niet graag horen. We moeten niks, we moeten vrijelijk en spontaan uit onszelf allerlei dingen doen en ondernemen. Dat is natuurlijk ook weer die invloed van het postmodernisme en dergelijke. En dat is heel lastig om tegenover de geest van de tijd dan te stellen dat we geboden en verboden wel degelijk moeten begrijpen als iets wat we moeten, hè? Wat aan ons opgelegd is. Om je eigen leven te beschouwen als een leven dat, als het leven van een discipel, hè, die geroepen wordt tot een ander leven, die dat dan aanneemt, dat zit er natuurlijk ook in, maar dan vervolgens onder gezag van een ander valt. Ja, dat is een hele lastige zaak. Maar voor Menno, in zijn 16e eeuw, is het ondenkbaar dat je dat anders begrijpt. De vraag is dus in die christelijke ethiek niet zozeer hoe kunnen we nu
de normale bronnen van de ethiek gebruiken. Want Bart heeft heel duidelijk gezegd, en ik vind dat toch prachtig geformuleerd, de eerste ethicus is eigenlijk te vinden in Genesis 3. Is het niet dat God gezegd heeft, hè? Dus die twijfel over de absolute herkomst van een bepaald gebod, hè, dat wordt daar door de slang uitgesproken. Is het zo dat God gezegd heeft, je zult van geen enkele boom in de tuin eten, enzovoort. En dan de opvatting, hè, God weet dat wanneer je daarvan eet, je als God zult zijn, kennende goed en kwaad. Nou, dat kennen van goed en kwaad als een Elohim, houdt in dat je erover beschikt. Dat je zelf die beslissing neemt. En dan zegt Calbart volgens mij heel terecht. Nou, dan ben je dus een ethicus. Want een ethicus beschouwt de bronnen van goed en kwaad, overlegt, denkt na over de vorm en de herkomst van waarden en normen. En komt dan tot een of andere menselijke afweging. Nou, dat kan niet christelijke ethiek zijn als we daaronder moeten verstaan. Een navolging van Christus, want dat betekent een onderwerping aan zijn persoon en aan zijn leer. Nog een beetje anders, meer in de termen van mijn dissertatie. Een mens is niet autonoom. Ja, dat wil zeggen, hij is het wel, want zo handelt hij, zo denkt hij te zijn. Maar in werkelijkheid is een mens eigenlijk altijd heteronoom. Dat wil zeggen, onderworpen aan beginselen, krachten en machten, voorbeelden, levensgeschiedenis, cultuur, die bepalen wat voor hem dan goed en kwaad zijn. Dus vanuit dat perspectief is een christelijke ethiek niet een poging om iets op te leggen waar helemaal niks opgelegd zou kunnen worden, want die zogenaamde autonome mens van de moderne tijd, die volgt eigenlijk voortdurend waarden en normen en grootheden en afgoden die in de moderne cultuur aanwezig zijn. Terug naar de bron dus, en terug naar de bron betekent dus naar die 16e eeuwse manier van denken van Menno Simons, van Pilgrim Marpeck, die ik hier ook citeer, maar eigenlijk ook de opvattingen van Karel Barth. Ga eens kijken hoe dat dan dat uitgepakt heeft. Ik dacht dat bij Menno dit juist aanduidingen waren van het goddelijke werk aan de mens. Immers, de grondslag en eerste oorzaak van het christelijke leven lag in Christus zelf. De menselijke component daarin was secundair, was daarin opgesloten. Keerzijde van één en dezelfde gebeurtenis dus. De mens was immers als zondaar door God gerechtvaardigd, maar ook een heilige in Gods kracht. Ja, dat is mijn worsteling in 2005. Hè, de poging om die twee kanten bij elkaar te houden. Om toch te blijven spreken over dat vernieuwende werk van God door Christus. En dat is natuurlijk de laatste tijd in mijn denken behoorlijk veranderd, zal ik zeggen. Nou wil ik niet afstappen van het idee dat er zoiets is als wedergeboorte of een werk van God in de mens. Dat is wel degelijk het geval. Maar ik denk niet dat dat werkt op de manier waarop ik dat in 2005 bedacht had. Want eigenlijk daarna, tot de huidige dag aan toe, dus in die 19 jaar daarna, heb ik eigenlijk bij niemand gemerkt dat er sprake zou zijn van een werk van God in de mens die tot een volledige verandering leidt. Wat ik wel heb gezien, is een rechtvaardiging van eigen daden en eigen houding onder het mom van een werking van God in de mens. Ik heb wel gezien hoe het gebruikt is als een legitimering van eigen gedrag. Maar ik heb eigenlijk nooit gemerkt dat mensen werkelijk een andere bron van leven hadden. Wat ik wel merkte is dat mensen die studie hadden gedaan ervan, hè, dus met name ook als je kijkt naar het jodendom, het orthodoxe jodendom, dan zie je nadrukkelijk een leven dat bepaald wordt door God zelf, namelijk door middel van zijn Torah. Als je dat dan naast elkaar zet, dus een zogenaamde leven in de geest van Christus, vrij van de wet, maar eigenlijk toch op een geestelijke wijze die wet vervullend, nou, dat zag ik in de praktijk helemaal niet terug. Ik zag zeker niet zoiets als levensheiliging, en ik moet eerlijk zeggen, ik zag dat op die manier bij mijzelf ook niet. Want je raakte al gauw in die gemeentepolitiek opgenomen, er waren er weer allerlei conflicten over bijzaken. Dan ging het weer om de beknotting van de prediking, want die moest natuurlijk vooral niet te verontrustend zijn, et cetera, et cetera.
zowel in de doopsgezinde wereld als in de protestantse wereld, leeft dat idee van die geestelijke transformatie helemaal niet. En de ethische opvatting van de meeste is gewoon conform de opvattingen in de samenleving. Hè? Al dan niet voorzien van een of ander bijbels sausje, een bijbels jasje. Maar wat ik wel zag steeds meer is hoe orthodoxe joden hun leven vormgeven, waarin levensheiliging, toewijding aan God, priesterschap tegenover de wereld enzovoort van enorm groot belang waren en waarin het bestuderen van Gods woord ja, eigenlijk zelf tot een daad van aanbidding was geworden. Dus daarin zit een heel nieuw element in mijn denken, wat de laatste 19 jaar is opgebouwd. Hier probeer ik het nog op deze manier door te zeggen, ja, we zijn als zondaar door God gerechtvaardigd, dat is juist, maar dan moet je niet alleen maar de nadruk op leggen, de rechtvaardiging door geloof alleen, nee, ook een heilige in Gods kracht. Dus dat oude Augustinische woord, dat rechtvaardiging betekent justum facere. Hoe maakt God iemand nou een rechtvaardige? Nou, eerst door hem vrijspraak te verlenen. Dat is de rechtvaardiging door geloof. Maar vervolgens ook, in de kracht van dat geloof, iemand tot een rechtvaardige te maken. Ja, maar hoe werkt dat dan? Hoe word je dan rechtvaardig? Dat is uiteindelijk de hamvraag. En voor mij is dat toch alleen maar door de herhaalde studie en overdenking van de Torah. En voorbeeldig vind ik die overdenking in de context van het rabbijnse jodendom. Rechtvaardiging en heiliging waren keerzijden van één en dezelfde transformatie van het menselijk leven. Menno zou het verwijt maken aan Luther, maar ook aan Calvijn, dat zij alle ethiek concentreerden op het werk van Christus in de mens. Daarmee zou het door God opgeroepen en mogelijk gemaakte menselijke antwoord op de genade uiteindelijk geheel en al verdwijnen in het soevereine handelen van God. Ja, en dat is dat komt uit Karl Barth vandaan. Het idee van christenmonisme, dat kun je hebben in de ethiek. Alles is nu geconcentreerd op wat God in de mens doet. En dat heeft als effect dat die mens eigenlijk verlamd raakt. Niks kan, moet gaan zitten wachten op wat in hem geschonken wordt. En dat, ja, dat gaat toch eigenlijk niet. Want wij worden geacht elke dag natuurlijk te handelen en ethische keuzes te maken. Dus dat christomonisme, die concentratie op wat Christus in een mens doet, leidt ook tot een passivisme met dubbel S. Dus een passieve opstelling in het leven. Ik kom dan nu aan die term possibilisme toe en die leg ik dan nog even kort uit. Het formele standpunt van de doopsgezinde, het formele standpunt in de ethiek, kan het beste worden omschreven met de term possibilisme. De Messias is gekomen, heeft zijn geest uitgestort in ons en dat maakt concrete gehoorzaamheid aan het gebod van Christus mogelijk. Calvijn had gezegd dat de wet een functie heeft voor degenen die wedergeboren zijn, wat in het Latijn dan heet usus in renatis. Aan de wet kunnen we immers aflezen hoe het door God gewilde leven eruit ziet. Voor Calvijn, evenals voor de minister, is een christen werkelijk een dienaar van God. Dat roept natuurlijk de vraag op, hoe zit dat nou met die zogenaamde uiterlijkheid van de wet? Is dit dan een oproep tot casuïstiek? Het lijkt juist alle casuïstiek uit te sluiten. Ja, de hele pointe van die casuïstiek is natuurlijk dat je kijkt naar Gods wet in termen van algemene regels en bijzondere toepassingen. Dat je die wet overweegt, dat is dan heel specifiek de casuïstische methode, dat je die wet overweegt in de termen van bepaalde voorbeelden. En dus algemene beginselen behandeld in het kader van een bespreking van een voorbeeld. Zo werkt dat ook in de Talmud. Kwesties van conflicten over eigendom worden behandeld aan de hand van het voorbeeld van iemand die een jas vindt. Zo werkt dat daar. Nou, en dan helemaal dat uitpluizen wat God nou precies aan ons vraagt wanneer hij zegt, gij zult niet stelen. Dat is casuïstiek, dat is typisch voor dat Joodse denken. Het lijkt erop dat in die ministertraditie
er ook die polemiek met casuïstiek gevoerd wordt. Dus een anti-Torah-getrouwe ethiek zou het zijn. En dan heb ik een citaat van Menno, van Pilgrim Markbeck, dat toch eigenlijk weer dat possibilisme aan de orde stelt en spreekt over geboden en verboden van de Torah. Ja, en eigenlijk dan halt houdt bij de conclusie die getrokken zou moeten worden. Nou ja, dan moeten we dat ook nauwkeurig gaan bestuderen. Want dat vind je in die ministertraditie eigenlijk ook helemaal niet terug. En men bereikt wel het standpunt dat God de gehoorzaamheid aan de geboden en verboden heeft mogelijk gemaakt. Maar vervolgens worden die geboden en verboden niet tot een voorwerp van onderzoek gemaakt. En ik denk dat dat de enige manier is waarop het werken kan. Dat je als studerende en nadenkend over voorbeelden enzovoort tot conclusies komt over wat moreel acceptabel is en wat moreel niet acceptabel is. Anders blijf je maar een beetje wat roepen vanuit je gevoel. En dat zie je in deze tijd heel sterk. We leven nu, het is 2 mei 2024. We zitten met die enorme, steeds gewelddadiger wordende pro-Palestijnse houding en demonstraties. Christenen gaan daar steeds meer aan deelnemen. Ja, maar wat betekent dat nou in moreel opzicht? Wie heeft nou beschikking over de beginselen en gedragsregels op grond waarvan je kunt zeggen dat die protesten gerechtvaardigd zijn of dat je erbij moet aansluiten? Of we zijn een beetje in een morele duisternis beland, want niemand weet precies uit te leggen wat wel en wat niet goed is. Dus is het heel passend dat we nu maar even luisteren naar een aria uit de kantate Ich ellender Mensch, wer wird mich erlösen? Dus ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Natuurlijk een typisch Calvinistisch, maar ook Luthers thema. Ik heb verlossing nodig, ik kan helemaal niks. En dan wordt er hier gezongen dat Jezus mijn zonde moet vergeven. Nou, qua inhoud is dat niet meer mijn theologie, maar het is prachtige muziek. Sich kräftig in den Schlaf. Er hält den längst geschlossenen Mund, dass wir im Glauben Hilfe, dass wir im Glauben Hilfe finden. Vergibt mir Jesus meine Sünde, so wird mir Leib und Seele gesund. Vergibt mir
Dit is Koinonia Live. Dit is Koinonia Live en we gaan weer door met de bespreking van het eerste artikel uit het boek Vermaningen. Die verzameling van artikelen die ik maakte in 2005, gebaseerd op colleges uit 2001. Hoe gaat het verder? Laten we maar weer even luisteren. Er is een mooie brief van Pilgrim Marpeck uit 1531. Die brief kreeg de titel Mee oordeel en beslissing. Daarin zegt Marpeck dat Christus, ik citeer, zonder gebod of verbod tegenover de zijne, de gelovige staat. Dat lijkt een extreem antinomistisch standpunt te zijn, dat bij de spiritualistische en extreme zijde van de wederdopers wel voorkwam. De nadruk bij Marpeck ligt schijnbaar exclusief op de bevrijding, dat wil zeggen op de bevrijding van de eisen van de wet. Dat valt makkelijk aan te vullen. De wet kan alleen veroordelen, de genade in Christus vergeeft en maakt vrij. De mens is geroepen tot een vrij antwoord van liefde op de liefhebbende God. Maar Marpeck vervolgt met deze woorden, ik citeer. Deze liefde in God is de werkelijke vrijheid. Zonder enige dwang vervult de liefde waarachtig alle geboden en verboden die behoren bij het welbehagen van God. Dat is de ware vrijheid in Christus Jezus. Wie hij ook maar vrij maakt is waarachtig vrij en wie in zijn woorden blijft is zijn waarachtige discipel. Einde citaat. Blijven in mijn woorden. Het beeld ook van de rank die in de wijnstok blijft. Er zit iets dubbelzinnigs in en het is ook weer anders van kleur dan wanneer je Paulus hoort spreken over het gelovige leven. Er zit een hele reeks van vragen bij. Marpeck lijkt te zeggen, Christus komt tegenover de zijnen te staan zonder gebod of verbod. Hij komt dus niet met een Torah. Maar vervolgens zegt hij, het antwoord op die roeping van Christus, dat is een vaardigheid om zonder dwang de geboden en verboden van God te houden. En dat is de echte vrijheid. De echte vrijheid is dus niet wetsvrijheid. De echte vrijheid is juist de mogelijkheid om de woorden van Christus te aanvaarden en daarin te blijven. En ik vind dat dubbelzinnig, omdat dat aan de ene kant dus zegt, we zijn niet meer onder de Torah. Dat is ook met zoveel woorden in het Nieuwe Testament gezegd natuurlijk. Aan de andere kant, we zijn niet zonder wet. Hè? Zoals Paulus dat zegt, ik ben niet zonder wet, maar ik ben en nomos, ik ben ingewettigd in Christus. Dus ik sta onder de wet van Christus, hè? De titel van mijn dissertatie, Gehoorzaamheid aan de wet van Christus. Die dubbelzinnigheid die heeft me dus 19 jaar lang dwars gezeten. Want ik kom er steeds meer achter dat twee verschillende en zelfs tegenstrijdige standpunten zijn. Leidt het possibilisme er nu toe dat we zeggen, een gelovige kan de wet houden zonder hem te kennen en te bestuderen en uit het hoofd te leren enzovoort, dus zonder de Torah-getrouwheid van het Jodendom daarin na te volgen? Of betekent het eigenlijk, en had het moeten betekenen, dat het possibilisme ertoe leidt dat we die Torah nu serieus gaan nemen en bestuderen? En de Torah voor de zonen van Noach bijvoorbeeld, als verplichtende Torah gaan opvatten, dat we de wet van Christus zien als iets wat de Torah in feite omvat, omdat Christus immers volgens Matthäus 5, vers 17 helemaal niet gekomen is, helemaal niet die intentie had om de wet en de profeten te ontbinden. Dat zijn dus twee mogelijkheden. Laten we zeggen, die vrije uitwerking van Gods geest in de gelovigen leidt tot een de facto gehoorzaamheid aan de wet, maar alleen maar in dat opzicht, hè, God liefhebben bovenal en je naast als jezelf. Wat dan in de praktijk gereduceerd wordt tot een liefhebben van je naaste als jezelf. Wat dan in de praktijk gereduceerd wordt tot het volgen van de morele normen van de cultuur waarin je staat. Ja, ik formuleer dat nu als een vraag. Maar ik heb eigenlijk voor mezelf de conclusie getrokken dat het possibilisme een doorgangsweg moet zijn voor die echte usus in de renatis, het gebruik van de Torah
bij de wedergeborenen, dus veronderstelt wel iets, zoals in het Jodendom de besnijdenis van het hart volgens Deuteronomium 30 wordt verondersteld, zo wordt in het christendom de wedergeboorte verondersteld. Maar het resultaat zou eigenlijk hetzelfde moeten zijn, namelijk het gehoorzamen aan de Torah. Al dan niet in die messiaanse herinterpretatie, daar zou je nog over kunnen spreken, dat in het christendom sec natuurlijk die messiaanse herinterpretatie van belang is, maar dat er voor alle mensen een opdracht ligt in de Noachidische geboden en dat die niet mogen ontbreken in het christendom. Ja, Torah is toch uiteindelijk het antwoord wat God geeft op de vraag, wat wilt u dat wij doen? Het is uiteindelijk het enige antwoord en het volledige antwoord dat God aan de mens gegeven heeft. En ik denk dat dat zelfs geldt voor het christendom, omdat Johannes 1 natuurlijk zegt, hè, het woord dat vlees geworden is, dat is de Torah die belichaamd is in Jezus, ja, die moet worden gehoord. En van daaruit kun je Johannes 17 beter begrijpen. Hè? Uw woord is de waarheid. Maar je kunt ook, ik geloof dat het hoofdstuk 12 is, maar daar wil ik vanaf zijn. Maar de verheerlijking op de berg kun je ook zo beter begrijpen. Oh, dat is Matthäus 17. De verheerlijking op de berg, hè, hoort hem, dit is mijn geliefde zoon, hoort hem. Ja, luisteren naar hem, omdat hij de Torah belichaamt. Zo zou ik die samenhang toch willen schetsen. En dat lijkt erop dat in de Nieuwtestamentische teksten, Matthäus en Johannes, een soort van oorspronkelijke kern van Torah-getrouw Jodendom aanwezig is, die de meest logische continuering is van het onderwijs van Jezus zelf. Maar dat daar dus overheen komt, zo'n tweede generatie herinterpretatie van dit alles, waarin spiritualistische elementen, het werk van de geest, de extase in de eerste Korinthebrief, daar allemaal overheen komt en dat je een wetsvrije gehoorzaamheid, een Torah-loze gehoorzaamheid aan Gods wil gaat krijgen. En met een interpretatie bijvoorbeeld van de tekst uit, Romeinen 10, dat Christus het einde van de wet is. Christus is dan het einde van de wet in de zin dat in hem een einde aan de Torah is gekomen. Terwijl ik denk dat er eigenlijk staat, Christus is het doel van de wet. Dat wil zeggen dat we in die belichaming van de Torah het ideaal zien van de wijze waarop die Torah in ons leven werkzaam moet zijn. Nou ja, dat was me allemaal nog niet duidelijk in 2005 en dat blijkt wel uit het vervolg. Dit possibilisme moet goed worden onderscheiden van het perfectionisme. Het perfectionisme is de opvatting dat een christen in staat is zich te ontworstelen aan de macht van de zonde. Dat is dus de overtuiging dat een christen volmaakt voor God kan leven. Dat vinden we bij iemand als John Wesley. Ik citeer, ik geloof dat de geest van God een christelijke volmaaktheid kan uitwerken in ware christenen. Dus dat is die ene kant, hè? Dat is dat methodisme. De geest van God kan christelijke perfectie uitwerken in ware christenen. Daar is een antwoord op gekomen, kun je zeggen, vanuit het pietisme. Dat is die graaf von Zinzendorf die nu aan het woord komt. Christus is onze enige perfectie. Dus we hebben geen perfectie in onszelf, wat Wesley stelt. Maar von Zinzendorf zegt, Christus is onze enige perfectie. En ik denk dat vanuit het possibilisme dat een schijntegenstelling is. Het woordje enige perfectie bij von Zinzendorf is een woord te veel. Christus is onze perfectie zou kunnen betekenen, in hem vinden we en ontwikkelen we een volmaaktheid tegenover God. Als John Wesley stelt, de geest van God werkt die volmaaktheid in ware christenen, overdrijft hij dat. Want het is wel een proces van perfectionering, conform het possibilisme, en maakt het ons mogelijk, zodat we tot een bepaalde mate, in een bepaalde mate, nu de Torah kunnen houden. Maar dat mag je niet overdrijven, zoals Wesley dat doet, door te zeggen, het is die volmaaktheid, die is echt aanwezig.
Dus het is een schijnstegenstelling. Het methodisme zegt, God werkt een volmaaktheid. Dat is niet waar. Want het is altijd maar een gedeeltelijke vervolmaking. Een gedeeltelijke gerechtigheid. Dus we moeten eigenlijk zeggen, ik geloof dat de geest van God een christelijke bereidheid tot vervolmaking werkt. En de andere kant van Zinzendorf, die dan zegt, Christus is onze enige volmaaktheid. Dat wil zeggen, het ligt altijd buiten onszelf. Het is, maar goed, dat is dan precies dat christomonisme, waarin alles in God wordt gelegd en die mens zelf daar helemaal niks mee te maken heeft. Dus kortom, het possibilisme leert naar mijn gevoel dat we op die weg van de vervolmaking staan, dat God dat mogelijk maakt. Dus steeds grotere gehoorzaamheid aan de Torah, mits we die Torah denk ik ook bestuderen enzovoort, maar dat heb ik al gezegd. En de andere kant, zeggen dat Christus onze enige volmaaktheid is, dat wil zeggen dat we een christomonisme beleiden, waarin een christen van binnenuit geleid wordt om bepaalde dingen te doen, maar niet getransformeerd wordt. Dus niet, zoals Paulus toch nadrukkelijk zegt in Romeinen 8, dat we veranderd worden naar het beeld van zijn zoon. Dat is uiteindelijk ook Gods bedoeling daarmee, en dat vertaal ik dan weer. Want wie naar het beeld van de zoon, wie naar het beeld van de Messias is getransformeerd, die is dus getransformeerd naar het beeld van iemand die vooral als de belichaming van de Torah gezien kan worden. Het blijft toch wel problematisch. En datzelfde vinden we bij Graaf van Zinzendorf, die zegt dat Christus onze enige volmaaktheid is. En dat vinden we dus niet ook bij van Zinzendorf, moet ik zeggen. Dat staat er ook niet in de oorspronkelijke tekst. Maar dat is de tegenstelling dus. Hè? De christelijke perfectie in ware christenen staat tegenover. Christus is onze enige perfectie. Dat wil zeggen, het is helemaal niet in ons aanwezig. Als Wesley zegt dat de geest van God in de gelovigen daadwerkelijk hun heiliging tot stand brengt, dan is dat meer een proces van vervolmaking dan dat het een resultaat bedoelt aan te geven. Het resultaat is echter de overtuiging dat de mens tot perfectie is geroepen en deze perfectie ook bewerken kan, zij het dan theologisch gezien alleen maar in de kracht van de geest van God. Vrijheid en wet, genade en gehoorzaamheid, geloof en goede werken, dat is eigenlijk goed begrepen, één grondhouding, één geroepen zijn van de mens waarin deze beide aspecten tot hun recht kunnen komen. Er is een God die roept en transformeert en er is een mens die antwoordt en veranderd wordt in zijn innerlijke leven, maar ook in zijn uiterlijk gedrag. Gehoorzaamheid is de naar buiten gerichte kant van het geloof en het geloof is de naar binnen gerichte kant van de gehoorzaamheid. Dat is de klassieke menonitische dialectiek van de verhouding tussen de mens en God in het geloof. Een meniste dialectiek dus. Dialectische verhouding. Het ene maakt het andere mogelijk, het andere volgt en ondersteunt het eerste. Dat is een dialectiek. Ja, dus mensen en God zijn toch binnen het geloof partners van elkaar. God maakt het mogelijk dat de mens tegenover God iets is en doet. Hè, en de mens zoekt naar die God, probeert zich te onderwerpen aan die God en gehoorzaamt die God. Dat is een dialectiek. Gehoorzaamheid als de externe kant van het geloof en het geloof als de interne kant van de gehoorzaamheid. Ik denk dat Menno dat zou ondersteunen en dat hij dat ook, net als ik dan, denk ik, dat vooral haalt uit de brief van Jacobus. Het zou een goed idee zijn om daar nog een keer wat aandacht aan te besteden. Maar Paulus zegt het eigenlijk ook. Het gaat om de effectiviteit van het geloof dat door liefde werkt. En als hij dat zegt, dan hoor ik daar doorheen dezelfde zaak als bij Jacobus. Alleen bij Jacobus hoor je ook nog eens een keer wat het belang is van de Torah in dat christelijke leven. Het gaat in beide gevallen niet om een autonome, morele prestatie van de mens. Dat zal nog wel duidelijk zijn. Er is een vrijheid in Christus om te gehoorzamen. Er is een gehoorzaamheid in Christus die vrijmaakt. Vrijmaakt van de externe culturele machten, religieuze machten in de wereld waarin we staan. En we worden ook opgeroepen door Johannes in zijn eerste brief bijvoorbeeld
om nadrukkelijk afstand te nemen tot datgene wat die wereld dan leert. Wie geroepen wordt tot de navolging van Jezus, die wordt het ook mogelijk gemaakt om deze Jezus na te volgen. De effectiviteit van het geloof dat volgens Paulus door liefde werkzaam is, berust dus niet op een autonome, morele prestatie van de mens. Het is echter wel een uitoefening van vrijheid in Christus die door Jezus wordt geëist, omdat ze ook door hem wordt mogelijk gemaakt. Uiteindelijk vraagt God niets anders dan wat hij zelf in ons tot stand heeft gebracht. Daarom noemen we het een possibilisme, in onderscheid van het perfectionisme. Aan u is de glorie. Nou, dat moet in ieder geval herhaald worden. En we horen het nu in de versie van Handel, King's College Choir, Thine Be the Glory. Ik weet niet meer precies waarom, maar ik heb naar aanleiding van die opmerking dat de Torah-getrouwe ethiek in het christendom gekoppeld is aan de gemeente, een korte lijst overgenomen uit een artikel van John Howard Yoder uit 1967, getiteld A People in the World. En daarin betoogt hij dus ook dat de echte ministerethiek een sociale ethiek moet zijn. En dat ze alleen maar mogelijk is als ze gedragen wordt door de solidariteit in de gemeente. Nou, dan noemt hij heilig leven, broederlijke liefde, getuigenis en het kruisdragen. Dat wil zeggen het lijden. Hij heeft er in totaal 7, maar dit zijn de 4 die ik genoemd word. Dus heel kort gezegd, heilig leven wil zeggen non-conformiteit met de wereld, anders zijn, een andere ethiek hebben, andere morele beginselen hanteren dan in de cultuur gebruikelijk zijn. Want alleen zo word je een zichtbare,
gemeente. Hè. Denk aan de inleiding van de bergrede, het eerste deel van de bergrede. Hè. De stad die zichtbaar is op de berg en de kandelaar die je niet onder de korenmaat moet zetten. Het moet zichtbaar zijn, hè, zodat mensen zien, zegt Jezus daar in Matthäus 5, dat mensen zien dat je anders bent en aan dat anders zijn kunnen ontleden om God daarmee te loven. Dat is bijna zoiets als een missie van de kerk om aan de wereld te laten zien wat het betekent om Torah getrouw te zijn, wat dezelfde missie is die Israël heeft. Broederlijke liefde gaat dan vooral om het sacrament van het avondmaal. Dat is in Joders opvatting vooral bedoeld om de gemeenschap, de onderlinge eenheid, onderlinge liefde te laten zien. Die immers volgens Johannes 17, in de redevoering van Jezus, het hoge priesterlijk gebed moet je zeggen, een teken is aan de wereld van de waarheid van het evangelie. Nou, die waarheid van het evangelie moet dus zichtbaar worden gemaakt in de vrijwillige betrokkenheid van de gemeenteleden op elkaar in die broederlijke liefde. Daar zit ook een element van vrijwilligheid in. Daar zit ook een element in van je vrijwillig onderwerpen aan de vermaningen, de ban en de mijding. Dat is natuurlijk een groot punt altijd. De tucht kun je zeggen. De tucht in de gemeente. Want uiteindelijk is die tucht een daad van liefde. En het laat naar binnen toe de dimensie van de zending zien. Nou, laten we maar even luisteren naar wat ik daarover gezegd heb. Het gaat dus ook nog over getuigen en het kruisdragen en het lijden. En ik denk dat ik in het algemeen kan zeggen dat dit pogingen zijn van Joden om nadrukkelijk de morele dimensie van de gemeente zichtbaar te maken. Omdat dat in de volkskerk natuurlijk helemaal ontbreekt. De volkskerk kan die morele nonconformiteit niet eisen. Ze kan die broederlijke liefde niet opbrengen. Die zie je nauwelijks ook in de kerken. Je kunt niet getuigen, want die kerk is ingebed in de sociologische en politieke structuur van de samenleving. Ja, en hoe kun je nou waarmaken dat de kerk, de ware kerk, toch altijd moet lijden? Overigens, dat is dan ook weer een ander onderwerp. Maar het lijden van Israël in de wereld en het lijden van de gemeente, in deze minderheidsgemeente in ieder geval, daar zouden we het ook nog eens een keer over moeten hebben. Maar laten we maar even luisteren naar de rest van de tekst. Dat moeten we in verband brengen met een andere nadruk die sterk aanwezig was in de mennonitische beweging. En dat is de gedachte dat de christelijke ethiek wezenlijk een sociale ethiek is. Net zoals in het Jodendom staat de enkeling onder het gebod in de context van een verbondsgemeenschap en binnen die gemeenschap maakt God de gehoorzaamheid mogelijk. Het possibilisme is dus een sociaal gedreven en sociaal gemotiveerde ethiek. Uiteindelijk is een enkeling gebonden aan zogenaamde ethische directieven die voor een enkeling vanwege die gemeenschap van kracht zijn. John Howard Yoder heeft in 1967 deze kenmerken van de gelovigen als kenmerken van de kerk als geheel onder woorden gebracht. Bijvoorbeeld heilig leven. De gelovige kerk is een veronderstelling van alle Bijbelse ethiek. De gemeenschap is verondersteld. De morele nonconformiteit van christenen is een voorwaarde van hun zichtbaarheid en die zichtbaarheid wordt in de bergrede ook geëist van de christelijke gemeente. Bijvoorbeeld ook deze broederlijke liefde. Bij het sacrament gaat het niet om iets anders dan de juiste bediening. En die juiste bediening veronderstelt een solidariteit in de gemeenschap, met name bij het avondmaal. De vrijwilligheid van de gemeenschap der discipline maakt het wezenlijke verschil. Dat kenmerkt dus die sociale gemeenschap van de kerk. Vermaning, ban, mijding, tucht zijn daden van liefde en laten de naar binnen gerichte dimensie van de zending zien. Een derde element, getuigen. De bereidheid zonder compromis het evangelie te verkondigen aan een vijandige wereld. Eventueel ook onder lijden en tot de dood. Een gevestigde volkskerk kan niet getuigen, want getuigen is in strijd met de sociologische en politieke inbedding van zo'n kerk in de samenleving. In een theocratische opvatting worden kerk en staat als aparte instituties naast elkaar gesteld en zijn het verschillende manieren waarop God regeert.
Menno wilde de boodschap van het evangelie niet laten aantasten door wat mensen over het algemeen willen en kunnen horen, dat een degelijk compromis nu juist de basis is van de zogenaamde volkskerk. Ten slotte het kruis dragen. De ware kerk wordt gekenmerkt door lijden. In het spiritualisme wordt dat lijden een innerlijke ervaring. In een theocratische benadering wordt de zin van het lijden gereduceerd tot een tragisch lijden zoals een ongeneeslijke ziekte. Een dergelijk lijden is geen gevolg van een morele beslissing. Het lijden van Christus dat wij moeten volgen volgens de eerste brief van Petrus is een lijden dat voortkomt uit de trouw aan Christus en uit de nonconformiteit met de wereld. Dat is het specifieke christelijke deelnemen aan het lijden van Christus als enkeling en als gemeenschap. Dat wil dus zeggen dat het lijden van de gemeente eigenlijk een kenmerk is van haar gehoorzaamheid aan Christus. En dat lijden kan natuurlijk allerlei vormen hebben. Dat hoef je niet te beperken, zoals het spiritualisme doet, tot het lijden in een innerlijke ervaring. Maar het is in ieder geval ook een innerlijke ervaring. Het is het besef apart gezet te zijn. Het is het besef niet zomaar te kunnen meedoen met wat in de wereld gebruikelijk is. En dat is soms inderdaad heel lastig. Morele beslissingen nemen die helemaal strijdig zijn met wat de wereld denkt, dat is een lastige zaak. Dan wil ik niet over die kwestie zelf spreken, maar ik geef het maar als voorbeeld. Je ziet dat dus ook bij de invoering van het zogenaamde homohuwelijk, dat een principieel verzet vanuit de Bijbel nu ook lijden oplevert, omdat je door de rest van de samenleving wordt uitgespuugd. Nou, of het terecht is of niet, dat je die positie inneemt. Daar dus nu geen oordeel over, maar alleen maar de constatering dat als je de nonconformiteit op die manier zoekt, dat je toch wel met lijden te maken krijgt. Mijn eigen positie trouwens in die tijd was, er is niets tegen homoseksuele relaties, maar er is wel iets tegen om dat te sanctioneren met het idee van een huwelijk. Hè? Dus huwelijk heteroseksueel en homoseksueel huwelijk aan elkaar gelijk te stellen. Vanwege het karakter van het sacrament van het huwelijk. Dat heeft bij mij lijden opgeleverd, want daardoor werd ik door een groot deel van de doopsgezinde wereld weer uitgespuugd. Hè, die toch niet echt begrepen wat mijn punt hier was. Lijden, ja, dat komt dus voort uit het kiezen, principieel kiezen, voor wat in de wet van Christus ons geboden wordt. De Joodse gemeenschap heeft dat natuurlijk voortdurend meegemaakt. De nonconformiteit met de wereld in kleding, in gedrag, in morele beslissingen, dat heeft overal tot lijden geleid. Goed, ik laat tenslotte nog even iets van Menno horen en dan gaan we afsluiten. Maar eerst toch maar eens even dit. Er is een lied dat wij ook willen zingen in de kerk natuurlijk. Heere Jezus, om uw woord enzovoort zijn we hier bijeengekomen. Nou, wat is nou dat woord? Ja, dan begrijpen we wel vaag als we dat lied zingen, dat het woord van Jezus dat woord is dat vanuit de schrift tot ons komt in de verkondiging van het evangelie. Maar de achtergrond van die woorden, hè, vanwege uw woord zijn we hier gekomen, is dat we willen blijven in de woorden die Jezus sprak, dat wil zeggen in de vermaningen, in zijn uitleg van de Torah. Dat is het woord wat beslissend is voor ons leven. Dus niet alleen maar de verkondiging van het evangelie, maar de usus in renatus, hè, het gebruik van de wet bij de gelovigen. Nou, blessed Jesus at your word van het Martin Luther College.
Dit is Koinonia Live. Het laatste stukje van de tekst volgt dan nu. En daar zit een stelling in waar ik straks dan nog even wat over moet zeggen. Lijden is wezenlijk de bereidheid om de vorm van de gehoorzaamheid van de gemeente te laten bepalen door Christus alleen. Want het enige en daarom absolute criterium van de ethiek in de menneste traditie is uiteindelijk toch de trouw aan Christus. Zo dacht ik erover in 2005. De conclusie die ik hieruit trok... Nou, dat is hem dan, het slot. Zo dacht ik erover in 2005. Nou, de enige vorm van ethiek die in een christelijke kerk mogelijk is, is die trouw aan Christus. Maar die trouw aan Christus zou je toch eigenlijk moeten uitbreiden. Het is een trouw aan Christus, maar dan ook een gehoorzaamheid aan de woorden van Jezus. Dat wil zeggen gehoorzaamheid aan zijn uitleg van de Torah, de Messiaanse vorm van de Torah. Dat houdt toch ook in, dat hebben de apostelen goed gezien, een gehoorzaamheid aan de Noachidische geboden. De wet van Christus omvat uiteindelijk de Torah zoals die voor niet-Joden en Joden tegelijk de beslissende uitdrukking is van Gods wil. De ontwikkeling van de kerk is natuurlijk geweest om zich helemaal te distancieren van het Jodendom. En dat is een fatale beslissing, een fatale ontwikkeling ten opzichte van de concrete ethiek. Gelukkig hebben we dan bijvoorbeeld bij minister, tot op zekere hoogte ook bij John Wesley, opnieuw die nadruk op het ethische. Ook in de gereformeerde traditie is dat heel belangrijk. Maar dat is op een bepaalde wijze heel sterk gebaseerd op een uitleg van de 10 geboden, op een uitleg van de Bijbelse bronnen voor de ethiek. En ik denk dat je daaraan die doperse bronnen moet toevoegen in een doperse context. En dat je daar zeker ook het Jodendom aan mag toevoegen. Omdat je die Noachidische geboden bijvoorbeeld niet vindt in het Oude Testament. De prediking van het Oude Testament en de prediking van het Nieuwe Testament is op een bepaalde manier volkomen aan elkaar gelijk. Met het verschil dat wat in de rabbijnse traditie uitgewerkt is, nu uitsluitend aan de Messias Jezus wordt toegekend. Het probleem komt er op het moment dat er een neiging bestaat om de gehoorzaamheid aan de Torah in oppositie te zien tot de gehoorzaamheid aan de Messias. Maar als de Messias komt, dan komt hij de Torah uitleggen, toepassen en voorleven en maakt hij ook daarmee een verschil in de wereld. Dan begint ook dat Messiaanse Rijk. En dat zouden we weer moeten gaan inoefenen, denk ik. We zouden wat meer eschatologisch moeten denken, gericht op wat er in de toekomst door God beschikt is. We zouden wat meer casuïstisch moeten denken, nadenken en toepassen wat in de geboden van God is inbegrepen. En daar zouden we die Joodse traditie dus bij moeten benutten. Want dat kunnen we simpelweg niet missen. Nou, dat was het tot dusver. Ik denk dat ik later wel weer eens over andere artikelen van vermaningen zal spreken. Maar voorlopig moet dit maar even voldoen. En je merkt dus, voor wie daarin geïnteresseerd is tenminste, je merkt dus dat mijn denken in die afgelopen 19 jaar natuurlijk wel heel erg veranderd is. Als ik er nu naar kijk, dan zie ik hier en daar aanzetten tot het denken van mijn denken in het heden. Maar ik zie toch vooral de poging om het allemaal binnen het traditionele doperdom te blijven interpreteren. Ja, en ik was natuurlijk op dat moment gewoon deel van die ministercontext, deel van de ministergemeente, voorganger in de ministergemeente. Dus zo zit dat natuurlijk gewoon in elkaar. Dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer. Thank you.
U hebt geluisterd naar een uitzending van Koinonia Bijbelstudie Live. Ga naar koinoniabijbelstudie.nl voor meer audio en video's.